Ja, de finale, vrijdag, Spoken Words. Ik ben niet zo snel zenuwachtig meer, maar voor deze ben ik nog best wel zenuwachtig. Ja, we staan in het oude Luxor. Dus dit is natuurlijk voor mij de eerste keer. En dit is wel echt een groot ding in je carrière. Dus oude Luxor maakt iedereen nog wel een beetje zenuwachtig, denk ik. Ja, de voorrondes die waren eigenlijk ook echt super spannend. Het waren in 6 steden in Nederland en België. En daar zijn dus iedereen aan meegedaan. En er waren al supergoede artiesten. Dus ik hoopte al dat ik bij de eerste 10 zou zitten. Maar ik dacht het eigenlijk stiekem niet. Maar toch wel. Bij de Grote Prijs van Gouda ben ik tweede geworden. En ik ben stadsdichter inderdaad van Nissewaard. Maar dat waren wel andere competities. Ja, dit zijn echt spoken word artiesten. Dus deze mensen hebben al superveel ervaring. En dit is toch wel echt een van de grootste wedstrijden van Nederland en dus België. Dus deze is wel extra spannend. Maar ik ben niet meer nieuw op het podium. Dus dat helpt natuurlijk wel. Mijn stuk vrijdag, het is een politiek stuk. Maar hij is verpakt in schoolpleinervaringen van vroeger. En een beetje verpakt in hip-hop referenties. Dus het is ook wel een heel leuk stuk. Maar uiteindelijk het thema is wel politiek. Daar schrijf ik vaker over. Dus in dit geval ook. Vrijdag is het in het oude Luxor. Er zijn nog tickets beschikbaar. Dus via het oude Luxor, de website. Er is ook een publieksprijs. Dus inderdaad, het geluid van het publiek dat ze maken, dat telt ook mee voor 1 prijs wie er doorgaat. Maar goed, ja, de beste gaan door, dus dat is gewoon. Maar er zijn nog wel tickets die ze kunnen kopen.